actrice. Die heeft trouwens al heel wat meegemaakt. Ze was aan de drugs, ze heeft haar eigen familie bestolen en verkocht daarna haar lichaam nog voor geld. Je zou voor minder veranderen van job en beginnen zingen. We hebben het natuurlijk over Sophie uit Thuis. En die ken je beter als Lien van de Kelder. Ik speel Sophie Bastiaans in Thuis. Momenteel gaat daar niet zo heel goed mee. Ik voel me zo slecht, hè. Ouders gescheiden. Geen wonder dat mama is weggegaan. Jij bent gewoon een loser, jij. Twee keer slachtoffer geweest van een aanranding, bijna verkrachting. Aan de drugs geraakt, slechte vrienden, slecht lief. Zot! Weet je wat dat kost? En ze is zo'n beetje op de doel geweest, maar allee, er is hoop, want ze gaan nu eindelijk naar een afkikcentrum. Alles komt in orde. Sophie, moet dat nu echt? Ik ben ook helemaal geen zangeres, dus dat is ook mijn job helemaal niet. Het onbekende schrikt altijd wel wat af. Ik zie het echt niet zitten. Nee? Het is gewoon mijn muziek. Ik hoop dat ook de mensen vooral stemmen voor het goede doel waarvoor dat je zingt. Ook al zingt je vals. Ik weet het niet. Ze zingt vanavond Let's Get Loud van Jennifer Lopez. Hier is Latin Diva Lien. Arriva, arriva. Heel erg goed gedaan, vind ik dan. Maar ja, wie ben ik? Peter Koelewijn. Ja, Lien, je zegt zelf, ik ben geen zangeres en dat is mijn job ook eigenlijk niet. En is ook wel een beetje te horen. Maar dat vind ik... dat is eigenlijk ook niet zo erg. Wat ik in dit geval belangrijker vind, dat soort muziek wat jij zingt, als je dat op TMF en op MTV hoort en je ziet die zangeressen daar, dan staan die er verschrikkelijk gelikt op. Dus ik vind de bovenkant, je hebt een hartstikke lekker sexy kopie. De bovenkant, dat gaat ook nog allemaal prima. Maar dan ga je toch niet in een spijkerbroek en zo staan. Tenminste vind ik, laat het spatten. En de volgende week, laat het eraf spatten. Die Nederlanders toch, hè? Oké. De spijkerbroek laten we dus achterwege. Erik, ik denk dat ik precies één wenkbrauw omhoog zien gaan heb. De mijne? Tijdens en ik heb nummer... er twee. Ja, het was maar eentje. Wat betekent dat? Let's Get Loud is eigenlijk wees opzichtig. En dat heb ik wel een beetje gemist. We hebben een spetterende band. En soms had ik het gevoel dat Lien daar net niet tegen opkomt.
En soms hoor ik ze ook groovy zingen. En het groovy aspect is mij ook niet echt opgevallen. En daarom heb ik maar één wenkbrauw gefronst. Oké. Okay. Oei, Gina, Lisa gaat dat goed maken. Gina. Wel, mij is iets anders opgevallen. Lien, mocht je deelnemen aan de grote verleidingsshow, dan zou jij absoluut nu al gewonnen zijn. Tuitliepjes en alles erop aan. Maar het is natuurlijk ook een zangwedstrijd, maar ik ben ervan overtuigd dat je daarin zeker kan groeien. Dus ik wil je volgende week terugzien en iets meer gewicht in de schaal leggen. Kijk, voilà. Daarnet had Werner dus met de vrouwelijke gedeelte van de bevolking mee. Nu heb jij het mannelijke gedeelte van de bevolking mee. Dat is al even goed. Zo is dat. Laten we dus hopen dat Lien er volgende week bij is. En dan heeft ze een nummer nodig om te zingen. Beste juryleden, uit welke nummers kunnen onze kijkers kiezen? Wel, ze mogen kiezen uit Pieces of Me van Ashley Simpson. Of Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. Oké, okay, straks kunt u bellen of sms'en om Lien in de wedstrijd te houden. 10 cent van elke stem gaat dan naar het goede doel van Lien. Hoe u moet stemmen, vertellen we u straks als al onze kandidaten zijn geweest. Lien, vanavond heeft de kijker het voor het zeggen. En volgens mij gaat de kijker dat gewoon geweldig goed doen. Applaus voor Lien van de Kelder. APPLAUS